Aandacht voor deze heugelijke gebeurtenis. De mensen die ginder staan, mogen hier komen staan. Zodoende dat ze nog beter zien welke heugelijke gebeurtenis hier vandaag staat te gebeuren. Allemaal hartelijk welkom. Een goede dag aan alle genodigden. Hartelijk welkom, meneer burgemeester en echtgenoot. Hartelijk welkom aan wethouders. Hartelijk welkom, raadsleden. Hartelijk welkom aan iedereen. Hartelijk welkom aan alle spoor- en stoomliefhebbers. Het was in het begin van de industriële revolutie dat in Engeland een pionier de stoomtrein George Stephenson een beroemde uitspraak deed. There is no way like a railway. Het paard werd vervangen door een dampende machine. Groot en klein keek vol verwondering als zulk een bulderende en puffende machine langskwam. Deze fascinatie voor techniek, deze hobby, deze drang om zelf zulk een stoommachine te kunnen nabouwen, drijft ons samen in onze vereniging Stoomgroep Limburg. Maar ja, je hebt dan een trein gebouwd, maar je hebt nog geen spoor. Op onze zoektocht naar een geschikte locatie kwamen we als een godsgeschenk terecht in dit schutterspark in Brunsum. Midden in het bos met als decor deze prachtige gerenoveerde pompgebouwen. Het is mede door de hulp van de gemeente en een aantal hardwerkende leden van onze club dat wij hier vandaag een begin kunnen aankondigen van de eerste Limburgse modelspoorbaan. Een hartelijk applaus! Dames en heren, dit spoor is echter eerst een eerste fase. Want er zijn nog plannen. Er zijn plannen voor een station. Er komen nog wissels. Er komen nog zoveel andere dingen. Enzovoorts, enzovoorts. Als het geld er is. Dit vergt tijd. Zeker voor hobbyisten als wij. Voor de vele bezoekers zullen wij proberen met deze baan een extra dimensie te geven aan dit park. Om met de enthousiaste kinderen met veel plezier een gratis treinreisje aan te bieden. Daarom, ik geef nu graag het woord aan de heer burgemeester, die zeker nog iets aan toe te voegen heeft. Meneer de burgemeester. Ja, dames en heren. En daar sta je dan als burgemeester na zo'n geweldig spreekstalmeester. Daar sta je echt weer mond vol tanden. Maar, ja, hij roept al achter me, meesterke. Maar, dames en heren, mannen worden net als kinderen als ze zo met hun speelgoed midden in de bossen kunnen staan en hun vriendinnetjes mee kunnen nemen om te kunnen laten zien wat er allemaal gemaakt is. En ik denk dat jullie het allemaal met me eens zijn. Dat is echt genieten. Het is hartstikke mooi om dat hier allemaal te zien wat jullie zelf klaargemaakt hebben, wat jullie zelf gebouwd hebben. Want, dames en heren, niet alleen die baan is vandaag
geopend en is zelf gemaakt. Maar ook al die locomotiefjes, al die treintjes die erop zijn, is ook allemaal huisvrij. Is ook allemaal door die mensen zelf gemaakt. Is precies nagebouwd naar zoals het was in het verleden. En dan denk ik dat we ons heel gelukkig mogen prijzen hier in het Schutterspark. Waar we toch aan het mijnverleden moeten denken. Waar we aan de industrie van het Brunsumse moeten denken. Waar we aan het, ja, de stoommachine die datgene gebracht heeft in onze samenleving. Wat we nu industrie en toekomst en economie noemen. Die stoommachine heeft daar aan de basis gestaan. En daar mogen we dan allemaal naar terugkijken. Daar mogen we dan allemaal van teruggenieten. En dankjewel, mannenkindjes, dat jullie dat allemaal nagebouwd hebben. En dat wij er zo van kunnen genieten. En ik wens jullie toe, en onszelf ook, dat jullie langzaam maar zeker het spooraanplacement uitbreiden en groter maken. En ik zal ongetwijfeld nou ruzie krijgen met wethouders en raadsleden, maar voor mij mag het hele park volkomen liggen. Dankjewel en veel plezier. Mijn hart. Voor mij ook. Mag ik dan nu overgaan tot de officiële opening? Mogen wij meneer burgemeester uitnodigen, zoals in zijn jonge tijd, op een treintje te zitten op de kermis en zodoende het lint te doorbreken. Zodoende dat wij dit ook officieel voor geopend kunnen houden. Meneer burgemeester, ik zou zeggen, volg de... Ik weet niet hoe het is. Jacques komt met zijn zelfgebouwde trein, gaat aankomen rijden en onze oudste leden gaan... Mensen die al 30 jaar bij onze club zijn, hebben de eer en het genoegen om een lint open te houden. En dat mag door meneer burgemeester eigenhandig doorgescheurd worden. Ik zou zeggen, als de scheuring plaatsvindt, geven wij meneer burgemeester een hartelijk applaus. Maar dat mag nu ook al.
lampen hebben, die kunnen niet horen. Maar dat wordt allemaal water die gesoldeerd. Je moet dat heel gesoldeerd. En dat water dat valt om die pijpen. Dan werd dat opgewarmd en dat komt langs boven. Dat zit hier aan de bovenkant. Het is zo dat we dus 30 jaar bestaan, vandaar ook de tentoonstelling in de mijngebouwen. En tevens ons 30 jaar bestaan en de opening van de baan
vieren. De oprichter van de club die is er ook nog bij. Achter ons, onze oude voorzitter Wim van Dieten. En mede clublid of oudste clublid John Wiedeler. Die het spandoek hebben vastgehouden en die gelukkig zijn blijven staan. Tenminste, ik heb het niet gezien, maar ik neem aan van wel. Dus mensen, allemaal bedankt voor jullie komst. En ik hoop dat jullie net zoals ons er heel veel van zullen genieten van deze prachtige baan. Dus zorgen voor stoom en rijden maar. Kijk, en dit is realisatie. Wat hier buiten staat. Daar ben ik aan mee. Dat is nog ook. Dat is de nummer 1. En die had van George. En die geeft hem dus tegen. En de eentje van de nummer 1. Dit is de wapenkoning, hier komen de koningen. En hier hangt de jacht. En dit is de personenwagen. Maar dat was de Europese wagen, dat was de wagen. Dat was de plek, zonder dak, zonder niks. En de ladder. En dit was de wagon van de kederwiel. Dat is dus de wagon waar dat in gaat. En hier zit ik op. Ja, dat is